Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik ben net hier buiten geweest. We zijn ben nacht achter kleren gegaan. Een nieuwe truis voor de herfst die in aantocht is. Ik heb een van mijn nieuwe truien trouwens aan. Die heb ik speciaal aangetrokken om aan jullie te tonen. En ik heb vandaag ook een bijwastekening aangekregen die ik besteld heb. Het is voor de eerste keer dat ik zoiets heb besteld. En het was eigenlijk toch wel een heel erg mooi resultaat wat eruit kwam. Ik zal even voorlezen bij de info wat een bijwastekening, wat dat eigenlijk inhoudt. Dat jullie ook wel weten wat dat voor iets is, hoe dat gemaakt wordt. Dus... De bijenwassentekening is gemaakt met een warm strijkboutje waarop zuivere bijenwas wordt uitgesmeerd in diverse kleuren. De kleuren heb ik intuïtief uitgekozen met behulp van uw foto en mijn pendel. De tekening kan een helende werking geven, zowel fysiek, emotioneel en spiritueel. Ik heb uw tekening geen coating gegeven, hierdoor blijft er een lichte werking ontstaan, waardoor er misschien over een jaar weer iets verschijnt in uw tekening. Achterop ziet u mijn paraaf staan. Deze paraaf moet rechts onderin staan als u de tekening omdraait. Dat is de wijze waarop ik uw tekening heb geduwd. Als u de tekening wil ophangen of neerzetten, maakt het niet meer uit hoe u de tekening plaatst. Zolang u het maar mooi vindt. Ik raad alleen aan de tekening niet in de volle zon te plaatsen, omdat de kleuren dan kunnen gaan doorlopen. Ik heb uw tekening geduwd met behulp van mijn gids. Uiteraard zult u nog andere dingen tegenkomen in de tekening die ik niet benoem. Sommige zijn duidelijk, andere weer wat minder. Geef het de tijd, het antwoord komt sneller dan u denkt. En nu zal ik even de tekening laten zien. Het heeft gekozen blijkbaar voor mij voor een donkerblauwe kleur. En dit is het resultaat. Wat ik hier al direct op zag was een dolfijn. Een dolfijn hier. En dit is hier een walvisstaart. Dat is eigenlijk hetgene wat ik ook heel duidelijk kon zien. Echt een soort onderwaterwereld. En hier op de onderkant lijken er wel een soort van planten te staan die onder water staan. Dus ik vind het heel mooi. Ik vind het heel fijn dat de dolfijnen meteen voor mij verschijnen en de walvissen. Blijkbaar heb ik dan toch wel een sterke band met deze wezens. Ik zie hier ook wel een soort hier een soort van watergolf. Wat ik er toch op kan zien. Het is duidelijk ook wel mijn link met water en zo, die ook wel heel sterk door lijkt te komen. En hier staat nog een opgeschreven wat zij in deze tekening kon zien. Dat zal ik even voorlezen aan jullie. Bij het bepalen van de kleuren waskrijtjes wilde ik goud toevoegen. De pendel bleef aangeven dit niet te doen. Uiteraard heb ik dit ook niet gedaan, maar ik kan niet achterhalen waarom ik dit niet moest doen. Misschien dat u dat wel weet of er nog achter komt. Dat is iets wat ik zelf heel vreemd vind, moet ik eerlijk toegeven. Omdat ik, zoals jullie ook wel weten, ik heb een gouden draak bij mij energetisch. Een gouden vuurdraak waar ik al veel over heb verteld. En het is wel heel raar dat goud dus daarom niet bij deze tekening mocht komen. Misschien ook gewoon omdat misschien dat element water in deze tekening enkel een belangrijke rol voor mij speelt. Zoals op mijn connectie met de walvissen, de dolfijnen. En zoals dat jullie weten is er in de oceanen ook niet echt veel goud te zien. Maar is het vooral het blauwe en het donkerblauwe en zo dat heel sterk naar voren komt. Dus misschien is dat wel de reden. En anders zal ik er misschien ook wel achter komen, maar ik heb sowieso wel een connectie met de gouden kleur. Dus we zullen wel zien. Wat er nog verder staat, ga ik nog even voorlezen. Met de tekening lijken we wel in een onderwaterwereld beland te zijn. In het midden staat ook een springende dolfijn en een vin van een walvis. Dit zijn hele spirituele dieren.
net zoals u. Zij staan voor onvoorwaardelijke liefde voor uzelf en dat geeft zelfvertrouwen. U krijgt veel bescherming van boven. Links staat een engel, maar het is wel belangrijk om met beide benen op de grond te blijven staan. Soms moet u plannen herzien om weer een juiste visie op zaken te krijgen en dingen uit het verleden een plekje te geven. Dat geeft misschien ook wat meer rust in uw hoofd. Als iemand daarbij wil helpen, laat dat dan toe. Dan worden de zonnestralen bovenin de tekening nog helderder. Als u nog vragen heeft, kunt u mij altijd mailen op. Groetjes, Danielle. Dus ja, ik zag ook altijd, toen ik die tekening bekeek, ik zag direct de dolfijn op de tekening heel duidelijk naar voren komen. En de walvisstaart, die kon ik ook heel duidelijk zien. Die heb ik net ook laten zien aan jullie. De engel was voor mij wat moeilijker te zien, maar dat zal misschien nog wel komen voor mij. En ik ben ook benieuwd of er nog wel andere dingen op de tekening gaan verschijnen, uiteraard. En ja, ik ben daar wel heel erg blij mee. Nu, ik probeer nu wat meer te sparen ook, dus ik probeer zo weinig mogelijk spullen nog te bestellen. Voor mij is dat eigenlijk wel moeilijk. Ik ben iemand die heel makkelijk geld uitgeeft, impulsief. Ik ben heel erg impulsief, moet ik wel toegeven. Op veel vlakken, dus ook op het gebied van geld uitgeven. Maar ik probeer daaraan te werken. Ik heb nu ben ik naar de winkel geweest voor mijn truien voor nu deze herfst. Dus ga ik proberen weer daarmee een tijdje toe te komen. En ik ga dan pas terug voor kleren binnen een paar maanden of zo is de bedoeling. En ik probeer ook, ik heb zo weinig mogelijk nog te bestellen, hoewel ik onlangs nog een bestelling heb gedaan, waar ik ook waarschijnlijk komende week een filmpje over ga maken. Maar voor de rest probeer ik wel minder te bestellen dan ik gewoonlijk doe. Dat gaat sowieso een uitdaging zijn. Maar ja, het komt wel goed. Ik probeer ook wel aan mijn mindere eigenschappen te werken. Ik probeer er het beste van te maken, dus... Het zal wel goed komen allemaal, uiteindelijk. Dus dat wil ik graag vandaag aan jullie vertellen. De bijwassentekening laten zien. Mijn nieuwe trui showen aan jullie. En ja. Dus ik ga het hierbij laten. Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne tijd beleven. Dat het met jullie allemaal heel erg goed gaat. En ook dat jullie ook wel uitkijken naar de herfst die voor de deur staat. Geniet ervan. En maak er gewoon het beste van. Dus tot de volgende keer. En heel erg veel liefs van mij.